Ah, vind je het gek dat het niet werkt met al die rare vierkante blokken in die banden? Dat gaat toch nooit werken? Oh! Er zitten alleen maar vierkante blokken in die banden hier. Zo ga ik toch nooit kunnen rijden? Auw! Oh. Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken in deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en ik heb er toch zoveel zin in. Ik weet het, ik zeg het altijd. Maar kijk eens, ik ga vandaag iets heel speciaals doen. Deze keer heb ik het wel voorbereid en zal het geen toeval zijn wat er gaat gebeuren, want ik heb hier namelijk een geheim plan. En dat geheime plan heb ik al jaren voorbereid en ik ben er eindelijk klaar voor. Ik ga eindelijk aan jullie laten zien wat het geheime plan is. Ik heb zo lang zitten wachten en zo lang voorbereid. Maar nu is het tijd. Ik heb hier namelijk een stoel. En ik heb machine en een spraybusje en wat verf en zo. En nog meer stoelen. En kijk eens. Voor dit geheime plan heb ik namelijk een karkas nodig. En jullie zullen zich vast afvragen wat een karkas is. Kijk, dit is een karkas. Maar niet mijn karkas. Mijn karkas staat namelijk hier. Dit is hem. Ik heb eigenlijk ook geen idee wat een karkas is. Maar ik noem het gewoon leuke karkas. Maar voordat ik ga beginnen aan mijn geheime plan, kijkers, wil ik jullie allemaal vragen om eventjes te abonneren. We hebben bijna de 80.000 abonnees. En vanaf de 80 gaan we naar de 90. En vanaf de 90 gaan we naar de 100. Dus abonneer allemaal eventjes nu gelijk. Dan gaan we ervoor samen, oké? En like even, we gaan voor 3000 likes. 3000 likes vind ik leuk. Maar goed, kijk eens, kijk. Deze auto, die is een beetje traagjes. Nou, traagjes valt ook wel mee. Maar ik heb hier een beetje stiekem, zeg maar, zonder de camera te gebruiken aan zitten sleutelen. Zodat ik een heel geheim plannetje uit kon voeren. Zonder dat jullie het wisten. Ik ga hem ook gauw binnenzetten en dan ga ik er even aan sleutelen. Want er gaan een paar dingen gaan er gebeuren, kijk eens. We moeten van deze auto een raket maken. Vandaar dat hier staat Entity, Cheetah, Z-Type, JP700 en Monroe. Dat zijn alle 5 de auto's die ik moet collecten om mijn masterpiece af te maken. Dus die ga ik nu collecten. We gaan gewoon rennen. We gaan de eerste auto ophalen en dan gaan we er snel heen. Kijk eens, ik heb zoveel zitten rennen. Ja, zitten rennen vooral. Maar we hebben ons eerste doel gevonden, kijk eens. Ik heb dit zo lang voorbereid. Oh. Dat ik precies weet waar ik moet zijn. Daar staat hij, hoor. De Cheetah. De eerste auto van de lijst. Ik wist dat een businessman hier zou zijn. Ik wist dat hij hier zou zijn. En oh, we moeten snel verschuilen achter het paaltje. Dan ziet hij ons niet. En dit is zijn auto. Dit is zijn auto. En hij zou het vast niet erg vinden als ik hem even leen. Toch? Hij zou het vast niet erg vinden. Hoe haal ik het slot eraf? Slot eraf! Zo, nou, slot is eraf. Nou, hij zou het vast niet zo erg vinden als ik deze heel even voor Henkie's geheime plan meeneem. Dat gaat zo leuk worden. Ah, oh, wat een mooi uitzicht over de stad heb je hier, hé. Maar kijk eens, we zijn bij de tweede doel aangekomen. De tweede auto. En waar staat hij? Kijk, daar staat hij. Oh, dat is hem, de Cheetah. Die staat als tweede op het lijstje. En ik moet heel voorzichtig zijn dat ik niet van... Oh jee, oh nee, of... Au, 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 nee, au. Ah, mijn rug, hé, dat had ik ook niet verwacht. Ik zeg altijd, het verwacht ik niet. Maar toch gebeurt het altijd... Oh, natuurlijk. Oké, kijk eens, de tweede op de lijst. Daar is hij, de Cheetah. Deze moeten we meenemen. Ik weet niet van wie die is. Maar we moeten heel even kijken of we heel voorzichtig het slot er vanaf kunnen halen. Zo, slot is eraf. Nou, die kan ook mee. Hij zou het vast niet erg vinden, hè. Nou, dan gaan we deze ook even naar huis brengen. Dan gaan we deze monteren, zodat hij in het geheime plan verwerkt kan zijn. Oké, kijk eens. De volgende bevindt zich hier. En die is pas gevaarlijk. Oh, ik heb deze geheime route gevonden. Zo, we moeten snel zijn. Om het hoekje kijken. Kunnen we? Het gaat hier om de C-type, kijkers. Dit is de derde auto van de lijst. Oh, die moeten we ook gaan maken. Oké, snel kijken, spieken. Is er niemand? Nee, oké, we kunnen snel rennen. Oké, dit is het open veld. Open veld! Ah! Oké, doorrennen. Ik heb uit een vertrouwde bron uit mijn plan gehoord dat hij hier zo... deur! Ik heb gehoord dat hij hier zo staat. Ja, daar staat hij! Oké, kijk eens. Deze zou niet op slot gaan. Deze auto is zo oud dat er nog helemaal geen slot op zit. Ah, zo, deze kan ik gewoon pakken. Oké, deze moeten we meenemen. Maar we moeten heel snel weg. En ik denk niet dat hij door dat deurtje daar past. Dus hoe ga ik hier eigenlijk uitkomen? Oh, dus dat is gewoon een hele grote poort. Waar ik gewoon naar poort weg. Ik heb een hele omweg genomen. Oké, kijk eens. De volgende die zou het makkelijk zijn van allemaal. Dit zou de makkelijkste zijn. Hier ergens. Oh, daar staat hij al. Ik wou zeggen, hier ergens zou de JP700 zich bevinden. Oh, er zijn nog maar een paar van in deze wereld. En deze is door iemand hier neergezet. En die is nu van mij. Ook geen slot. Nou, die oude auto's hebben allemaal geen slot, joh. Wat makkelijk. Ik kan hem zo aanzetten en meenemen. Nou, kijk eens, deze gaan we ook even meenemen. En dan moeten we de laatste doen. Maar de laatste, die is gevaarlijk. Kijk eens, de laatste is gevaarlijk. En die gaan we ook gelijk ophalen nu. Oké, kijk eens, deze is gevaarlijk. Het gaat hier om de Monroe. We zijn hier namelijk bij een heel gevaarlijk plekje waar we eigenlijk helemaal niet mogen komen. Kijk, daar staat hij. Het is een showroom auto. Maar we moeten snel zijn. We moeten heel snel zijn. En heel voorzichtig. Vooral heel voorzichtig. Hij staat zo in het open. Hoe ga ik die pakken?
Wacht eens even. Ik heb een briljant plan. Rennen! Dat is het plan. Rennen is altijd het plan geweest. Oh, snel instappen. Oh, waar Lucy nou ook geen slot op? Gas, gas, gas. Over het gras maakt niet uit. Kan gebeuren. Kijk eens. We hebben de laatste auto bemachtigd. En hier zijn we weer. Het is inmiddels al een beetje donker en schemerig. Net ook daar. Zo, kijk. Daar staat de eerste auto al. Hier staan de andere twee. En daar staat de laatste. En dan, nou, trouwens, dit is de laatste. Waar gaan we deze zetten? Deze stoppen we even hier daarnaast zo. Oké, we hebben ze alle drie. We hebben ze alle vijf. Ik weet niet waarom ik drie zei. We hebben ze alle vijf bemachtigd. Ah, het is een beetje raar weer geworden eigenlijk. Maar kijk eens, nu gaat het masterplan door. We hebben alle vijf de auto's bemachtigd. En nu moet ik mijn materiaal zoeken. Entity, Cheetah, Z-Type, JB700 en de Monroe. Ze zijn allemaal aanwezig. En nu? Nu heb ik in geheime Henkietal allemaal dingen neergekrabbeld. En dat begrijpen jullie nooit. Want wat ik nu ga doen is werkelijk waar bijzonder. Eerst namelijk even lekker de donut eten. Oké, kijk eens. Ik heb hier het voertuig staan. Dit is namelijk wat ik zei, het karkas. Oh, en met het karkas daar gaan we omheen bouwen met de materialen die we hebben. We hebben namelijk de lengte daar van de Z-Type, die auto daar. Daar hebben we de lengte van. Die kunnen we mooi het omhulsel van gaan maken. Van deze auto hier zitten zoveel wapens en geheime materialen in. Kan je het zien, al die dingetjes? Dat gaat zorgen voor extra power en extra veiligheid van deze auto. Die auto hier, die is zo super snel. Die gaat voor de extra snelheid zorgen. Deze auto hier, die zorgt voor de aerodynamische vloed van de auto. Vandaar dat deze mooie voorkant heeft en mooie bumpers en zo, weet je. En deze auto hier, die heeft eigenlijk geen toevoeging, maar die wilde ik gewoon heel graag hebben, want ik vond hem gewoon heel mooi. Maar goed, kijk eens, we gaan hem nu monteren. En dan ga ik jullie het eindresultaat zo meteen laten zien. En oh, wat wordt het toch super mooi, de raket. Zo, nou, dan gaan we hem weer buiten zetten. Gaan we hem hier in het midden zetten. En dan gaan we hem gewoon lekker hier monteren. Ah, wat een lekker spelletje heb ik zitten spelen, hè. Kijk eens, ik was eigenlijk al een tijdje klaar, maar ik ging nog een spelletje spelen. Maar omdat ik spelletjes zo graag aan het spelen ben, heb ik besloten om er ook nog een beetje tekst op te zetten op de auto. Namelijk Gaming Forever, maar dat gaan jullie zo wel zien. Oké, kijk eens, zijn jullie klaar voor het eindresultaat? Oh, kijk, zie je, zoals ik vertelde, het is al ochtend. Het weer is gelukkig opgeknapt, het is weer lekker weer. Maar zijn jullie er klaar voor? Kijk eens, het is zo'n prachtautootje. Of een raket zelfs, dit is het geheime plan wat ik altijd heb voorbereid. Zijn jullie er klaar voor in 3, 2, 1... Pauw! Kijk nou, wat een prachtauto. Oh, het is gewoon echt een grote raket geworden, hé. Gaming Forever. Kijk nou, hoe cool. Hier kan ik zitten en kan ik sturen. Hier heb ik de ventilatie erin gedaan, zodat het gas heel heet kan worden. En vervolgens hier echt als een vuurspugend monster uit kan komen. Bah! Wat zullen we ervan zeggen als we een testritje gaan maken? Kijk eens. Oh, wat is die mooie. Oh, we gaan helemaal naar de andere kant van de wereld zien mee vliegen. We gaan naar de maan vliegen. En we gaan alles kunnen doen. Kijk, die kleine vleugeltjes daar. Maar zijn jullie er klaar voor? Kijk eens. We gaan een testritje maken. Of een vluchtritje maken. Oké, daar gaan we. Kijk eens, we stappen in. Hoppakee, daar zitten we. Dit is toch leuk? Je kan er zo doorheen kijken. Oké, nou, ik hoop dat deze er wel doorheen past. Open nu. Nou, kijk, hij past er prima doorheen. Dan hoop ik dat hij eigenlijk daar ook doorheen past. Het is zo'n lang wagentje dit. Nu snappen jullie ook waarom ik de Z-Type zo nodig had. En die leek mij het logischst. Zo, en dan door de lange tunnel. Oh jee, past het allemaal. Oh, dat gaat net aan. Wat krap, hé. Oké, ik ga altijd die kant op, hè. Zal ik dat nog eens doen? Nee, ik ga de andere kant een keertje op. Kijk eens, we gaan de andere kant op. Zijn jullie er klaar voor? Voor de Henky Boost auto. De raket. De auto waar we allemaal van gedroomd hebben. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, go! Oh! 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 Het is hier snel! Oh! Oh, rustig! Ah! Wow! Oh, hey! Dat was deze testritje! Nou, dat was nog best wel een succes. En ik zie dat de weg ophoudt, dus we moeten wel de andere kant op. Zo, dat ging helemaal net aan. Goed, kijk eens. Wow, deze gaat even een stukje sneller dan alle andere auto's die ik ooit gemonteerd heb. Maar goed, dan ga ik het nog een keer proberen. In 3, 2, 1. Oh, en boost activeren in 3, 2, 1. Oh, wow, oh. Oké, dat kunnen we. Nou, volgens mij, als ik op deze knop... Oh, dat was de verkeerde knop. Ik niet, waarom deed dat nou? Oh, oké, dit viel mee. Dit viel mee. Ik heb nu de controle erover. Ik heb de controle erover. Ik moet iets meer de controle erover hebben. Ik denk niet dat dit de beste plek is. Kijk eens, we gaan even naar een ander plekje toe. Nou, kijk eens. Wat is nou een beter plekje
dan gewoon daadwerkelijk het vliegveld pakken. Want we zijn een raket, dus wij mogen hier eigenlijk wel komen, toch? Nou, open nu. Zo, wij mogen natuurlijk hier komen. Dit is het vliegveld en wij zijn toch een soort vliegvoertuig, hè? We gaan even kijken of we hier misschien wel op kunnen stijgen, zo hard als we kunnen gaan. Want ik heb gewoon geen ruimte gehad daar om op te stijgen. Dus we gaan het gewoon hier proberen. Oh, hij gaat al heel snel zonder de boost button. Maar goed, geluk! Oh jee, oh jee. Oh, oh. Hij kan alvast zo opstijgen. Wow, daar gaan we! Wow, kijk eens! Wow! We vliegen! Ik wist dat hij het kon! Ik wist dat hij het in zich had. Ik wist het, kijk eens. Oh, wat is het mooi hierboven. Oh, we kunnen naar de maan. Oh, ik kan ook sturen ermee. Wat prachtig dit. Maar ik vind het nu wel heel hoog worden. Hoe ga ik nou naar beneden, kijk eens? Hoe ga ik dit nou doen? Kijk eens. Oh jee, dit gaat helemaal fout. Oh nee. Oh nee. Ja, nee, oké, daar gaan we. Op naar de maan. Op naar de maan! Ik ben zo hoog! Help! Help me nou! Ik ben zo hoog! Oh, kom ik nou ooit naar beneden, kijk eens? Ik ben zo bang, help me nou! Oh, ik zie de wereld al rond worden. Ik zie het al gebeuren. Ik zit zo hoog op het moment. Oh, waarom wilde ik dit nou? Ik weet dat dit een heel leuk plan en idee was, maar... Oh, ik zie de wereld. Ik zie de randen van de wereld al. Oh, ik zie de sterrenhemel zelfs. Oh jee, daar gaan we. Zakken we nu? Want ik zie de wereld heel leuk rondrijden. Kijk, je ziet alles. Oh jee. Oh, daar gaan we. Oh jee. Oh jee. Oh, help. Oh, help. Kijk eens. Ik ben zo hoog dat ik nou niet door heb of we nou aan het zakken zijn. Of dat ik nou gewoon aan het zweven ben. Hij is wel heel mooi geworden, hè. Nu ik dit moment heb om hier even van te genieten. Als ik zo ook de wereld zie en het... Ik heb heel makkelijk bijna niks ingedaan. Oh, wacht eens even. Ik zie de stad weer bedalen, echt. Oh, kijk eens. We zijn alweer onderweg terug. Één probleem. Ja. Hoe ga ik landen? Oh, ik moet daar bij het vliegveld landen. Gaat dat nog lukken? Gaat dat nog lukken? Ik kan een beetje bijsturen. Oké, motor aan in 3, 2, 1. Daar gaan we. Ik weet het. Ik kan dit. En hij doet het niet meer. We zakken gewoon daadwerkelijk. Oh! Help! Help! Oh! Wat gebeurt er? Oh! Nee! Nee! Ah! Oh! Oh nee! De raket, kijk eens! Ah, maar we hebben zo hoog gevlogen. Zo, hé. Wat is hij mooi eigenlijk. Hij glimt helemaal mooi. En hij is trouwens niet kapot te gaan. Oh, mijn voertuigen zijn niet kapot te gaan. Ik maak natuurlijk de beste voertuigen ooit. Dat weten jullie inmiddels toch? Nou, kijk eens. Ik ga even kijken of ik hem kan fixen. Want ik wil hem zo niet achterlaten natuurlijk. Deze ga ik ergens plaatsen. Deze gaat ergens mooi terechtkomen. Zo, nou, we zijn alweer lekker onderweg. Oh, kijk eens ermee. En ik vraag me af of de boost hier aan de verstandig is. Ja, tuurlijk is dat verstandig. Oh, jee. Oh, ik wil door de stad rijden. En ik dacht, het leek me wel een keer gezellig. Normaal doe ik dat nooit met mijn voertuigen. Oh, maar ik weet niet of dit zo verstandig was. Oh. Dit gaat allemaal hartstikke goed, kijk eens. Oh, volgens mij gaan we... Oh, we zijn zo aan de andere kant van de wereld, hoor. Oh, jee. Oh, daar gaan we weer. Nummer 2. Ik denk echt dat ik hem onder controle heb nu. We kunnen ermee vliegen en rondkijken. Oh, maar het is wel moeilijk, hoor, dit. Oh, gaat goed. Gaat goed. Kijk. Zo. Omhoog. Door de gebouwen heen. Oh, dit gaat perfect. Kijk eens. Wow, dat was heel dichtbij. Dat was bijna tegen het gebouw. Hé, kijk eens. Daar zit ik dan. Ik ben hier. Je zou vast afvragen. Waar ben je, Henkie? Wat is het allemaal? Maar kijk. We staan op het randje van het gebouw. Ik heb al mijn moeite gedaan om hem uit elkaar te puzzelen. En hier weer opnieuw in elkaar te zetten, het voertuig. En het doel wat ik wil gaan doen, is er afrijden. En dan nog geen boost activeren. Dan omhoog te kijken. En dan omhoog te vliegen en op de meespank te landen. En als dat lukt, dan zijn we compleet. En als dat niet lukt, dan ben ik niet compleet. Dus dan gaan we in 3, 2, 1. Oh, dit vind ik spannend. Maar we gaan proberen. Oh. Omhoog. Kijk omhoog. En boost. Wow. Oh nee, oh. Oh, waar is mijn auto? Kijk eens, help. Oh, daar is hij. Daarachteraan. Oh, kom terug. Oh nee. Ah. Ja, bliksem. Wat? Oh, hoe lang heb ik hier op de grond gelegen? Oh, waar is mijn raket? Kijk eens. Oh, ik heb veel te lang op de grond gelegen. Oh jee, het is ook helemaal viezig weer en zo. Oh, waar is hij gevallen? Hij is goed, is ergens hier gevallen. Oh, wat is het viezig weer? Waar is mijn raket nou gebleven? Waar is hij? Oh, ik zie hem. Daar is hij. Oh, kijk eens, mijn raket. Oh, hij is nog heel. Oh, ik was zo bang dat er me iets mee gebeurd zou zijn. Oh, ik moet snel terug naar huis. Hij moet nu snel terug naar huis. Oh, het is ook zo viezig weer eigenlijk, hè. Oh, maar ik hou eigenlijk toch wel stiekem een beetje van regen. Nou, vooruit nu. Goed zo. Vooruit met die boeg. Oh,
Zo, jezus, hé, wat een weer. Het bliksemt helemaal. Het is helemaal eng. Auw! En we moeten snel lekker terug naar de garage. Oh, want bij de garage gaat het helemaal goed komen. Bij de garage gaat het helemaal goed komen. Kijk, ze kunnen hem lekker binnenzetten, lekker droog. En dan is er niks meer aan de hand. Dus dat gaan we... Oh, 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 oh. Zo, hé, nou, we zijn er als het goed. Zie je ze? Remmenkie. Oh, de auto, hij houdt helemaal niet van regen, de raketauto. Zo, deze gaan we binnenzetten. Dit is een van de eerste voertuigen die we eindelijk een keertje niet kwijt zijn geraakt. Weet je wat, ik zet hem wel gewoon hier neer, zo, in deze ingang. Hoppakee. Dit is de plek waar ik hem neer ga zetten. Oh, wat een viezig weer. We moeten snel naar binnen gaan. Ik hou helemaal niet van regen. Oh, wat een avontuur was dat, kijkers. Oh, maar we hebben wel eindelijk mijn geheime plan uit kunnen voeren. We hebben lekker een mooi groot raketje gemaakt. Nu heb ik zin in een raket ijsje. Nou, kijkers, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe allemaal even een duimpje omhoog. We hebben zo'n leuk avontuur gehad. Ik denk dat dit wel een van mijn leukste monteeravonturen ooit was. De auto of de raket is gemonteerd. Die wil ik nu vaker gaan gebruiken. Ik ga nu weer verder met de Panto. Er moet nog groen in. De koffers moeten er weer op en zo. En weet ik niet. Hij is een beetje vierkant nu. Dus doe allemaal even een duimpje omhoog. Ga voor 3000 likes. Abonneer allemaal eventjes. En dan spreek ik jullie in de volgende video. Spreek jullie later. Heel lekker glaasje water. Telt tot 4. En een lekker gehoorzaam flesje bier. We maken een raket. En dan zeggen we reticatet. Doei. Yeah.